Yo mensen, tot kijk deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA-born1999. Vandaag weer de voorspellingsvideo. En we gaan vandaag de voorspelling van Feyenoord Heracles Almelo. En de opstelling heb ik hier. En ik zal jullie die nu eventjes dus voorlezen. In het doel hebben we Candid Vermeer. Dan hebben we de verdediging Kasdorp. Senesi, NIA en Haps. Dus Senesi op de plaats van Erik Botteguin. En dan hebben we in het middenveld Ver, Toornstra, Kokcu. Ver, Toornstra en Kokcu. Op middenveld, dus ongeveer hetzelfde. En de aanval met Sinisterre, Jurgensen en Berghuis. Die is er weer terug. Zie Jurgensen weer terug in de spits. En Senesi dus voor Botteguin. Eigenlijk wordt Senesi dus vanaf het begin erin gezet. Werd ook een tijd dat het nieuwe totale verdedigingsduo kwam. Net zoals in mij, Feyenoord Kremo's natuurlijk, Senesi en Nier. Maar goed, wat denk ik van tegen Heracles? Tegen Fortuna was het natuurlijk helemaal niet goed. We hebben verloren met 4-2. Dus ik hoop dat we winnen tegen Heracles Almelo. Dat was natuurlijk een paar jaar geleden, 2 jaar geleden, toen we kampioen werden. 2016-2017. Ja, toen, jullie zien het ook aan de thumbnail. Dat was Dirk uit de man van Feyenoord. Helaas is die gestopt. Dus we moeten naar zonder hem zitten doen. En ja, laten we hopen. Ik denk een 2-1 overwinning van Feyenoord. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop dat ze het goed doen thuis. En ja, wat denken jullie? Laat achter in de reacties. En dan zeg ik dankjewel voor het kijken naar deze video. Druk een duimpje omhoog als je het niet hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Later.